59ste Grand Prix van Assen, de Dutch TT, geopend met de 50 kubieke centimeter klasse. Voor Nederland een historisch nummer. 9 ronden zal het geheel gaan duren, 69 kilometer ruim. En op de eerste startrij Theo Timmer, die zijn 10e TT rijdt. Henk van Kessel ziet hem met nummer 5. En daarnaast Ricardo Tormo, tweede op de lijst tot nu toe. En Durflinger en Ricardo Tormo. Ja, hoe ik eigenlijk in de motorsport verzeild geraakt ben... Ik had een buurman, die reed wedstrijd trial. En daar mocht ik wel eens met mijn oude brommer mee. En doordat ik daar eigenlijk in verzeild geraakt ben, in de jaren 66, 67, 68. En toen hoorde ik dat er een vacature was om een bromfiets in elkaar te zetten bij de firma Bruinsma. En die maakte je matties. Maar het was ook zo dat in diezelfde ruimte waar die bromfiets in elkaar gezet worden, daarachter was eigenlijk de raceafdeling van Yamati. Ja, en er kwam natuurlijk op een bepaald moment van, zou je ook niet eens een keer willen gaan rijden, weet je wel. Gewoon eens proberen voor de gein. En nou, moest ik ook eens een keer een rondje rijden. Nou, dat ging eigenlijk wel gelijk hartstikke goed. Maar ik viel er wel meteen af, hoor. Dus ik was gelijk weer... Zo ben ik eigenlijk een beetje in de racerij verzeild geraakt. En in het jaar 71 ben ik voor Yamati nationaal gaan rijden. Zeg maar als beginneling in de beginnersklasse, nationale klasse. En in het jaar werd ik ook gelijk kampioen. Dus ik had een goede start. Het jaar daarna diverse internationale wedstrijden. Hockenheim, Zeltweg. En toen mocht ik dus in 72 voor het eerst aan die TT van Assen mee deelnemen met de Yamati. Dus. Nou, toen werd ik gelijk vierde. Dus ik was gezetteld op dat moment. Dus heel, heel slecht deden we natuurlijk niet, maar om echt bij de eerste plaats te komen, dat was wel een probleem. Dat lukte af en toe wel, als zoals in de tweede wedstrijd die we reden na Assen, dat was Francorchamps. Daar werd ik derde. En de derde wedstrijd viel de Nieto en Jan de Vries allebei uit. Het was een bloedhete wedstrijd. En toen won ik. Dus nou, de derde kampioen was al bingo. Nou, in de rest van het jaar had ik een derde en een zesde plaats. En toen werd ik derde in WK. Dus mijn plaats was eigenlijk wel een beetje gezetteld. Want in het jaar daarna, in 1973, won ik gelijk de eerste Grand Prix. Wel doordat er een paar uitvielen, maar goed, dat maakt niet uit, je won. En gaandeweg nog wel een paar goede resultaten gereden. Assen tweede, Francorchamps derde, Zweden derde. En Spanje zes geloof ik. En toen werd ik dus weer derde in de WK. Er zat eigenlijk geen toekomst in, laat ik het zo zeggen. Kijk, je naam stond wel in de krant en iedereen vond het fantastisch. Maar wij allemaal zelf schoten er helemaal niks mee op, ondanks dat we zo enthousiast waren. Ja, of niet? Het punt waar je wegrijdt, zeg maar. Ja, joh, ik hoef er nou helemaal op. Jawel. Kleine stukken. Jongen. Toen zou ik er eigenlijk mee stoppen. Want gewoon, ja, het is klaar, het is mooi geweest. En
Ja, op een of andere manier waren er toch steeds weer mensen om mij heen die zeiden, ah, joh, je moet helemaal niet stoppen, man. Je moet gewoon doorgaan. En, maar ja, goed, het was toch heel moeilijk, hoor, want het kostte natuurlijk ook nog wel aardig wat geld ook allemaal bij elkaar. Ja, de jaren 75, 76, 77. Het reken af en toe zijn wedstrijdje mee. En ja, nou dat was het eigenlijk wel. Totdat dat ik iemand ontmoette die gewoon in mij een beetje wou investeren. Van, daar zit toch meer in. En zo ben ik eigenlijk weer opnieuw gaan beginnen met zelf dingen te bouwen. En ook weer met de hulp van de jongens van toen, van je mattie, die inmiddels in het buitenland zaten en hartstikke goed gingen. Ja, eigen fietsen, eigen racers maken en ja, zo is het eigenlijk doorgegaan. Dus ik werd dus in 72 en 73 allebei derde in de WK, maar dat resulteerde dat ik eigenlijk 10 jaar later in 81 weer tweede werd in de WK. Op eigenlijk helemaal zelfgemaakte dingen ook. Dus dat was eigenlijk wel heel mooi. Daar heeft u de volgorde. Dorflinger op kop, daarna Lazzarini, Hans Hummel, Riccardo Tormo, Timmer op een knappe 5e plaats, Scheidauer, Koens en Ascarecci.